Stilte, stilte. Goed. Beste cursisten, bedankt om terug te komen. Wij hebben het tweede deel van het programma voorzien en wij hebben voor u drie coryfeeën. Drie grote namen, ik zou bijna zeggen iconen van Urania, bij elkaar verzameld. En het is mij een ware eer en een echt genoegen om u mijn drie collega's voor te stellen. En dan het derde lid van het panel van het triumviraat, dat is Arthur. En Arthur is ook wiskundig en lid van ook het aller begin van Urania, heeft het ook allemaal meegemaakt. En ook een wiskundige van vorming en heeft dan ook wiskundeles gegeven zijn hele leven. En is zelfs ondervoorzitter geweest van de Federatie van Wiskundeleraars. Hij heeft ook gewerkt op een zeker moment voor een viertal jaar, dacht ik, in het Eurospace Center in Redu, waar hij jongeren opleiding gaf in wiskunde en in astronomie. Hij heeft ook voor de Association of Space Explorers gewerkt en lesgegeven. En daar heeft hij kennis gemaakt met Dirk Vriemout. En dat is nog altijd een vriendschap die verder loopt. Arthur, naast zijn professionele wiskundeervaring, heeft eigenlijk zich altijd geïnteresseerd voor de ruimtevaart, maar vooral voor de wiskundige aspecten van de ruimtevaart. Als bijhobby bezoekt hij graag lanceerplatformen en is zowat in alle lanceerplatformen van de wereld al aanwezig geweest. Graag een applausje voor Arthur. Het thema, zoals Werner daar strak al heeft aangekondigd, is de verandering. Wat is er nu veranderd van 69 tot nu? Arthur, ruimtevaart. Toch één vraag. En die vraag krijg ik nogal eens dikwijls als je zo met groepen onderweg zijn, gesprek daarover. Als we teruggrijpen naar de jaren 50-60, er was eigenlijk niet veel sprake van ruimtevaart, tot ineens de Russen kunnen komen met hun Sputnik, bip, 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 en dan wat later Gagarin, die in de ruimte was. Maar ja, de Russen, dat was niet te vertrouwen in die tijd. We weten allemaal dat dat fake news was en propaganda en zo, dat geloofden de meeste mensen eigenlijk zo niet direct. Maar dan komen de Amerikanen, die overtroeven de Russen natuurlijk, en die gaan de man op de maan zetten. En dan juist op het moment dat het decennium voorbij is, komen ze met een filmpje waar ze die laten stappen op de maan en zo. En de meeste mensen geloofden dat toch niet. Eigenlijk, nu zijn er nog heel veel vragen. En dus de vraag is, zijn ze nu echt op de maan geweest in 69? En wat is er zo ondertussen nog gebeurd eigenlijk? Want ineens hoort je daar dan in 73 niks meer van die maan. Hoe ziet dat nu eigenlijk? Ik zal het proberen uit te leggen. Nu inderdaad, ik heb nog gelezen in The Sky at Night, dat tijdschrift dat bij die uitzending van de BBC hoort, dat 1/6 van de Engelsen op dit ogenblik dat nog niet gelooft, hè, dat ze ooit op de maan zijn geweest. Nu, waarom is dat? Ja, men kan natuurlijk niet echt bewijzen, als je bewijs moet hebben. Ja, er bestaat ook trouwens een afdeling, of een andere zaak, dat is de flat, die altijd denkt dat de aarde plat is. Hè. Die is in 1956 opgericht en die bestaat ook nog altijd. Nu, enkele argumenten om te zeggen dat het niet zo is. Het grootste argument dat ik vind is, aan Apollo hebben 400.000 mensen meegewerkt. Als er in die 400.000 mensen gedurende 11 jaar en al die tijd nadien zich nooit zou kunnen verklapt hebben, want we zijn er niet geweest. Hè. En dan nog niet denken aan de concurrentie, aan de Russen. Dus ik vind dat een heel sterk argument om te zeggen, ze moeten er geweest zijn. En natuurlijk al die foto's en dergelijke ook. Maar ja, men zegt op sommige foto's, zeggen, er staan geen sterren op. Uiteraard niet, we hebben dat straks al gehoord, maar het is veel te licht. De sterren kunnen daar niet op staan. Wij zien in de dag hier ook geen sterren. Dus. Een ander argument is bijvoorbeeld dat die maanrotsen, of de maanstenen die naar de aarde gebracht zijn, dat die meestal in het algemeen 200 miljoen jaar ouder zijn dan hetgeen men op aarde vindt. Nu, natuurlijk, ja, als je dat tegen die mensen zegt, dat moeten ze ook niet geloven. Hè. Nu, als je daar meer wilt over weten, er is een hele website die foto's toont en dan, het is voor, die zeggen wel dat ze geweest zijn hoor, maar dan kun je zien waarom dat is. Dat is clavius.org. Goed, nu jullie hopen dat wel geloofd dat we op de maan zijn geweest. Ik bedoel 12 mensen maar, hè, waarvan er nog 4 in leven zijn op dit ogenblik. Ja, trouwens, die leeftijd. Alderin is de oudste, die wordt volgend jaar 90 jaar.
En de jongste die nog leeft is 85 jaar. Dat is Harrison Schmidt, de geoloog die met Apollo 17 is meegeweest. Dus inderdaad, het wordt een heel beperkt groepje. Nu, Harrison Schmidt heb ik ontmoet in Nederland, dus op een keer 2003 geloof ik. Buzaldrin, die zie ik meer. Die heb ik meer, alleen 3 of 4 keer heb ik hem eens gezien op congressen. Een ander punt, wat belangrijk is, wat zijn zo wat de zaken van welke spin-offs, zoals men dat noemt. Ja, u weet natuurlijk, de spin-offs zijn al die kunstmanen, hè, die bestaan, wetenschappelijke kunstmanen, weersatellieten, communicatiesatellieten, tv-satellieten, navigatiesatellieten, testsatellieten, milieusatellieten, biologische satellieten, bemande ruimteschepen uiteraard, spionagesatellieten, militaire waarschuwingssatellieten, ja, en dan bevoorradingssatellieten voor ISS enzovoort en het internationaal ruimtestation. Maar wat ik wel heel belangrijk vind in die Apollo, dat is dat wij in feite, we zijn naar de maan geweest, maar we hebben de aarde leren kennen. Zeker met Apollo 8. Dus het ecologisch aspect is zeer belangrijk, want vlak na Apollo daar zijn er niet minder dan 3 milieuverenigingen opgericht. De Friends of Earth, Greenpeace en de Club van Rome. Dat is al gebeurd in die tijdspanne van 1969 tot 1972. Dus ik vind dat wel een heel belangrijke zaak, dat dat toen gebeurd is daar. En dat die nog altijd doordoen. Hè. Een tweede belangrijk punt wat Apollo dan gevonden heeft, dat is hoe de maan is ontstaan. Hè. Daar was daar veel discussie over. Nu, men is nog altijd niet zeker, maar men denkt toch dat er inderdaad een grote blok, een planeet, of zo te noemen, Theia heeft een jacht afgedoopt, die op de aarde gebotst is. En dat verklaart ook waarom dat die stenen op de maan ouder zijn. En die met die botsing is een stuk uitgekomen enzovoort. En de aarde heeft natuurlijk erosie en dergelijke. En men heeft uit die maanstenen ook kunnen afleiden in feite de geschiedenis van de maan en van ons volledig zonnestelsel. Nu heeft men natuurlijk niet de volledige maanstenen opgegraven. Hè? Daarom dat we zeker moeten teruggaan. De Chinezen zijn bezig, hè? Enzovoort. Dus wij hopen natuurlijk daar later ook te zijn. Ja, wanneer denkt men naar de maan te gaan? Volgens onze vriend Trump. Volgens Trump zou dat 2024 zijn, 2024. Ik geloof daar helemaal niet in. Je mag niet vergeten dat dat ook het laatste jaar is. Als hij zou verkozen worden, is dat het laatste jaar van zijn tweede ambtstermijn. Dan zou ik kunnen zeggen, kijk eens, ik heb ook zoiets gedaan gelijk Kennedy. Nee, ik denk dat we realistisch moeten zijn in het meerdere op 2030 moeten houden. 10 jaar. Zoals ook tussen 1961 en 1969 is gebeurd. Hè. Dus we zien wel. Ja, naar Mars, dat is... Ik herinner me van Carl Sagan, die ook wel misschien bekend is. Ik heb het geluk gehad van meneer is ene keer zo op een conferentie te zien. Ik was daar ook. Lang geleden, in 1977 geloof ik. Nu, u kent natuurlijk al zeggen, al is het maar van die reeks Cosmos. En ik heb daar wel een kleine anekdote bij die Cosmos. Dus die reeks die gelopen heeft in 1980. In feite was dat de enige die in feite veel publiceerde daarover. En dan nog langs tv om. Die heeft niet minder dan 500 miljard kijkers gehad. 500 miljoen. Dat zijn er evenveel als die aan de maanlanding hebben gezien. Nu, de bevolking op aarde was toen wel een stuk minder dan nu. Dat was ongeveer de helft. 3,5 miljard. Dus dat is toch een goede percentage, 500 miljoen. Daar waren die geleerden in die tijd zeggen ze, ja, maar we moeten toch, al hetgeen we vinden, moeten we toch aan het publiek bekendmaken. En de meeste geleerden in die tijd die zeiden, wow, die verstand er toch niks van. Laat dat zomaar. Maar Carl Sagan niet, en die heeft dan zijn reeks gemaakt in 1980 met het bekende succes. Nu, die reeks is een vervolg opgekomen, ik weet niet wat jullie dat weten, in 2014. Door de, ik denk dat die in het planetarium van New York de baas is, Neil de Grasse Tisson. En die heeft samen met de weduwe van Sagan, Anne Druon, een nieuwe reeks gemaakt die een soort vervolg op is en een aanvulling. Cosmos Spacetime Odyssey heet dat. Kun je vinden trouwens. En ben ik er toch met anekdotes bezig ben over die foto's. Ja, u weet misschien dat die foto's allemaal gemaakt zijn met Hasselblad. Ik maak geen reclame hoor, maar hoe komen we eraan? Walter Sira, dat is een van de Mercury-astronauten, de voorlaatste die daar gevlogen heeft. Het is trouwens ook de enige astronaut die gevlogen heeft in Mercury, Gemini, Apollo. In die drie, de enige, hè? In die drie tegelijkertijd. Apollo is Apollo 7, dus dat was de eerste bemande Apollo. Hè?
Ik tel Apollo 1 niet mee, hè. Dat was een andere gebeurtenis. Maar die is in Zweden geweest en die had er een Hasselblad-camera gekocht. En het voordeel van die camera was dat er verwisselbare filmcassettes waren. Dus niet zo van die vrolijkes en zo. Want stel je voor, die astronauten ingepakt, dat die dat zouden moeten doen, dat was te moeilijk. En dat vond dus NASA een enorm goed idee om toch foto's te pakken. NASA had daar niet aan gedacht van een fototoestel mee te geven aan de Mercury-astronauten, want bij hem was het al de vijfde vlucht, hè. Er zijn er vier voor geweest. Ik bedoel de Mercury-vluchten. Hè. Ik kan zelfs zeggen dat eerst was er zelfs geen raam voorzien in die Mercury. Dus, want dat geeft moeilijkheden aan de structuur. Hè. Het is veel moeilijker om dat te bouwen als er een raam in zit. Dat kun je je voorstellen. Hè. Dat was niet voorzien door oorspronkelijke plannen van Mercury. Ik was over die spin-offs bezig, en er komen er nog andere. Een enkele, maar om enkel op te sommen, er zijn hele bladzijden over. Hoor. De scanner natuurlijk, hè, die kankerdetecterende scanner tegenwoordig, komt uit de ruimtevaart. De microchip, niet te vergeten natuurlijk, computers. Hè. De miniaturisering is doorgegaan door die ruimtevaart. Dat mocht niet te zwaar wegen, het moest klein zijn. En men is inderdaad, heeft men dat gevonden, ja, de computer zelf. Hè. De muis is trouwens een uitvinding voor NASA, voor... Ja, voor om naar de maan te gaan. Hè. Ik bedoel de muis van de computer. Hè. Ja. De kruimeldief ook. Black & Decker was er al wel mee bezig, maar het is verbeterd met de kruimeldief. Hè. Om die maanstenen op te rapen, gebruikt men een kruimeldief onder meer. De oorthermometer zie ik hier nog staan. Gevriesd droogd eten. Pas vroeger kenden wij vroeger ook niet. Hè. En dat blijft lang goed natuurlijk. Hè. Als het water eruit getrokken is, u weet, als ze eten aan boord, moeten ze daar water bij doen, hè, warm water. En nu, tegenwoordig op ISS, is er ook een micro-oven en kan men dat daarin stenen. Zodat, ja, er zijn nog, dus je kunt dat trouwens nog vinden in de handel, dat is een blaadje van Newsweek. Dat kost niet veel, er staat heel veel in over, in het Nederlands, hè. Ja. Ja, na de maan is er, ja, u weet, tot in december 1972 is men na de maan geweest. Dus Harrison Smith heb ik daar straks al genoemd in de Apollo 17. 18 die was al afgevoerd na Apollo 11, 19 en 20 ook, om geldgebrek. Trouwens, op dat ogenblik was de Verenigde Staten in de oorlogwissel verwikkeld met Vietnam. Hè? Ja. Dus in feite, na die maan, in de bemande zaak dan, hè, na de bemande maanlanding hebben wij feitelijk niks anders meer gekend dan ruimtestations. Hè? Allee, het is niet negatief bedoeld. De Russen die zagen toch dat ze verloren gingen zijn. Ze zeggen, oh, we gaan niet anders doen, een ruimtestation. Ze hebben dan met de Soyuz begonnen, hè, 1971. Er zijn er zeven geweest, van een drietal militairen, hè, met de naam Almas en zo. Maar oké. Okay. Nadien hebben ze nog wat meer meegedaan. Maar er is nog een ander feit ook. De Amerikanen met die Apollo 18, Apollo 19, Apollo 20, die hadden overschot, want dat was allemaal al wel gebouwd. Ook de Saturnus V-raketten en zo daarvoor. En we zeggen, maar wij kunnen daar toch een station van maken? En dat is dus Skylab geworden in de periode 73-74, waar bemanningen 1 maand, 2 maanden en 3 maanden gebleven zijn. Dus we zijn al met ruimtestations bezig. Ja, de Russen die hadden Mir nadien, dat was een succes. Hè. Ze zijn ook buitenlanders aan boord geweest, hè. Een aantal Fransen, Duitsers. Ik heb trouwens vorig jaar Jeen gezien in Baikonur. Hè. Sigmund Jeen, de eerste... Oost-Duitser, ja, nu Duitser, hè? Maar nu is de eerste die we daar ontmoet. Valentina Tereshkova was het trouwens ook, bij de lancering vorig jaar met Gerst. Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 was Rusland van plan om een tweede Mir te bouwen. En dan hebben de Amerikanen wel gevraagd, kun je niet meedoen met ons? Wij zijn van plan om Freedom te bouwen, een ruimtestation, hè, dat is de naam. Die door Reagan daaraan gegeven werd. Later is dat dus International Space Station geworden. En dat is dus ook gebeurd. En dat is feitelijk enorm, want sinds 1998 is men daaraan beginnen bouwen, tot 2008. Maar het is ongeveer sindsdien permanent bemand. Hè? Nog altijd. Hè? Dus dat is 20 jaar. En ik had hier ook, misschien interesseert u hoeveel astronauten dat er op dit ogenblik in totaal zijn geweest, die ooit gelanceerd zijn. Het zijn er 566, als ik me goed herinner. Dus dat is niet zoveel, hè? 65. Waarvan 61 dames. Als we rekenen dat de ruimtevaart 58 jaar bezig is, de bemande ruimtevaart, dan zijn er dat maar 10 per jaar. Dus soms moest ik jongeren wel ontgoochelen, dat zeg ik wil ruimtevaarder worden, maar er zijn maar 10 gegadigden per jaar in heel de wereld die ruimtevaarder worden.
Er zijn in totaal 315 bemande vluchten al geweest, in het algemeen. Ik heb zo in een boekje gezien hoeveel, als men de periodes allemaal zou optellen, hoe lang dat wij in het heelal zouden zijn geweest, in de ruimte, dan komen we ongeveer op 150 jaar. Ja, in die periode, op 60 jaar ruimtevaart, ik zal maar zeggen 60 jaar, dat was 2021, dat is maar 2,5 jaar. Hè. Dus dat betekent dat wij gemiddeld 2 à 3 astrocosmonauten, spationauten, weet ik veel, taikonauten, hebben in het heelal hè, per jaar. Hè. Gemiddeld 2,5 personen. Dus het belang is nu de ruimtestations, hè. Dat is duidelijk. En natuurlijk, we hebben ook de verkenning gekend in al die tijd van het zonnestelsel. Maar dat is natuurlijk een heel uitgebreide rubriek, hè. Ik denk aan de belangrijkste, Voyager 1 en Voyager 2. Ik praat er graag over, want ik was in 1977 bij de lancering van Voyager 2. Ik herinner me dat daar in Cape Canaveral. En toen ik naar de NASA ging, want ja, internet bestond nog niet. En ik zeg, het interesseert mij wel. Hè. Die kwamen eraf met zo'n stapel boeken. Hè. Echt waar. Ja, in die tijd was het nog niet zo doende dat ik dat met de post zou opsturen. Maar ik zeg nu, ja, dat is heel vriendelijk, maar de helft ben ik al heel tevreden mee. Ik heb er nog altijd liggen, hoor, die zaken daarvan. Nu, die Voyager 1 en 2 heeft natuurlijk heel ons zonnestelsel foto's gemaakt, enzovoort. Hè. Ja, en natuurlijk onlangs de New Horizons heeft het afgemaakt met de dwergplaneet Pluto. Hè. Want die was toen, ja, Pluto was toen planeet, nu niet meer, maar alleen, misschien komt die terug planeet. Hè. Dat zien we nog wel. En dan zijn er de grote observatories, de telescopen, de Hubble Space Telescope natuurlijk, je hebt de naam Hubble al gehoord daar straks, de Compton Telescoop, de Spitzer Telescoop, en ook nog de Chandra's Telescoop, dus die allemaal in verschillende golflengten foto's maakten. Nu, de opvolger van de Hubble moet de Webb zijn, James Webb. Nu, James Webb, dat was de eerste baas van de NASA, en in feite... In de jaren 58, toen NASA werd opgericht, vond men geen baas. Maar de vicepresident toen was Johnson. En dat was een vriend van Webb, was een vriend van Johnson. En die heeft aan dat Webb gevraagd, James Webb, wil jij dat niet doen? En die heeft dat dus gewild. Hè? En daarmee dat we de volgende telescoop ook naar hem vernoemen. Nu, de plannen zijn opgesteld in 1989. Eén jaar... voordat de Hubble Space Telescope gelanceerd werd. En het is nog altijd gelanceerd, hè? 30 jaar later. Nu is het voorzien voor maart 2021. En het goede nieuws is dat enkele dagen geleden het volkomen geassembleerd was in de testruimte, helemaal volledig in orde. Dus nu moeten alleen nog wat testen gebeuren. En misschien lukt het dan wel dat in 2021 te doen. En dan heb je natuurlijk nog de exoplaneten door de Kepler-satelliet, en dat is een heel ander onderwerp. Hè. Ik ga nog besluiten met een zinnetje van Piers Bisoni, dat is een schrijver. Die zegt, wat er ons van weerhoudt om een ras van ruimtevaders te worden, is niet techniek, maar politiek. De keuze is dus aan de internationale gemeenschap. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, collega's. Zijn er nog prangende vragen uit het publiek voor ons panel? Ik heb misschien nog een vraag. Ja, zeker. Ik heb al een paar keer een artikel gelezen dat het ruimtestation zou worden opgegeven in 2024. Weet u daar iets van? Ik denk dat het ondertussen wel al verlengd is naar 2028. Hè. En er zijn nog niet direct nieuwe plannen, zover ik weet. Misschien... Maar die 2024 is in ieder geval niet waar. Maar bij de ESA is inderdaad besloten tot 2024, maar ja, die komen binnenkort bij elkaar. Dus ik vermoed wel dat men daar een verlenging zal geven. Hè. Want ja, wij hebben met de astroreizen dus de Duitsers in lanceren vorig jaar in de maand mei. Op dit ogenblik is er een Italiaan die voorzien is. De volgende lancering is trouwens op 25 september hè, naar Ginder. En er gaat een ding mee, iemand van de Verenigde Arabische Emiraten. Die komt wel na een week terug, hè. Niet met dezelfde toestel, met een oud tuig. Ja, een tuig daar aan de ISS kan daar maar 6 maanden aan blijven. 6, 7 maanden en dan vinden ze dat niet meer veilig. Dus is er altijd een heen en weer gaan van dingen. Ja, maar ze hebben nu, de laatste is een robot die daar gelanceerd is. Hè. Die gaat dus ook binnen een paar dagen terugkomen.
robot die later de dingen moet helpen natuurlijk, de bemanningen. Ja, er is nog een vraag daar. Dat u het woord robot gebruikt, ik vraag me soms af, met het toename van de kennis van robotica, leert het nog van per se mensen de ruimte in te sturen? Ja, dat is een goede vraag. Wel, bijvoorbeeld voor dat maanonderzoek is gebleken dat de beste stenen gevonden zijn door die geoloog. Moest dat een robot zijn, ja, die ziet een steen, die neemt hem en die ziet in, is die iets waard, zal ik maar zeggen. Dus ik denk, ja, we moeten voor onze eigen zaak spreken natuurlijk. Hè. Ik denk dat de mens toch in dat opzicht nog niet te overtreffen is door een robot. Als dat gebeurt, dan zou het erg zijn. Hè. In schaken kan dat wel gebeuren, omdat dat dingen zijn die regelmatig terugkeren. Maar... Nu, ik zeg niet dat de robot... Ja? Ja, heel veel geld, maar in de uitbrengen van de mens, ik vraag me soms af, zal men datzelfde geld niet kunnen verschuiven naar wetenschappelijke doeleinden met robotica? Ik vraag het mij maar af, hoor. Nee, dat is juist. Maar ik heb over geld gesproken, zal je even zeggen, ik heb dat niet gezegd, Apollo, in onze munt nu, zou... $150 miljard gekost hebben. Op bepaalde jaren hebben ze de NASA 5% gekregen van het Amerikaanse begroting. Nu is dat, ik dacht, 10 keer minder, 0,5% dat ze krijgen. Dus dat is ook een reden dat ik mijn vriend daar niet geloof, hè, de Trump. Hè. Met 0,5% gaat hij nooit dat krijgen dat in 2024 een mens terug op de maan zal zijn. De bedoeling is feitelijk van daar een station in een baan op de maan te hebben, de Gateway, een ruimtestation en van daaruit verder te gaan. Daar wil men eens aan het werken. Nu ik weet mij in 1970, ik heb dat straks gezegd, maar ik heb niet uitgesproken, want ik ben met Carl Sagan begonnen. Maar mijn Werner van Braun, die zei toen, als de mensen op de maan stonden in 1969, over 10 jaar staan we op Mars. Nu was maar 10 jaar, ik geloof dat toen ook niet, ik denk 20, 30 jaar. Maar elk jaar is dat nog 30 jaar. En voor mij is dat nog altijd 30 jaar, denk ik, dat we naar Mars gaan. Maar ja. Dat is zoals de controle van de fusiereactoren. Dat schuift ook altijd op met 30 jaar. Nog vragen uit het publiek, jawel? Ja, ik was verrast dat u zei dat milieubewegingen ontstaan waren als reactie op de ruimtevaartontwikkeling. Ik dacht dat ook gelijk. Eind jaren 60, 70, de Club van Rome, Bert Lente, Bert Spring, Zure Regen. Dat is natuurlijk ook waar, maar we hebben een mooie foto gehad van de aarde en dat was het nog. Nog net, hè, die mooie aardfoto. Ja, de broosheid van de aarde. Ik zeg niet dat... pas op, ik heb nergens gezegd dat anders we nooit een computer hadden gehad of nooit dat gehad hadden. Het zou alleen later gebeurd zijn, want het is ook iets, en dat heb ik ook niet gezegd, ik vind in feite dat dat maanprogramma ons een derde wereldoorlog heeft vermeden. Want men heeft die energie daarin gestoken en niet in oorlog voeren. Want tijdens oorlog voeren, hoe erg dat het ook is, gaat er altijd enorm vooruitgang, maar niet voor de mensen natuurlijk. Ja, maar er is altijd enorm vooruitgang omdat er een doel is om iets te doen. En dat was voor de eerste keer, zover ik weet, nu is iets niet militair. Wat misschien ook een heel grote vooruitgang geweest is, is op het gebied van voedselveiligheid. En dat men voor de NASA ontwikkeld heeft een systeem, het HACCP-systeem, om de astronauten, cosmonauten veilig voedsel te bezorgen. En dat is een systeem dat op heden universeel gebruikt wordt voor de voedselveiligheid voor de melkindustrie. Dat is ook een van die spin-offs, hè? Voedselveiligheid, miniaturisatie. Al die dingen zijn allemaal spin-offs, hè? Ja. Elk jaar is er zo'n boek van de NASA met de spin-offs van het afgelopen jaar. Je kunt trouwens allemaal downloaden als u wilt, een spin-off NASA. Maar natuurlijk zijn er 3/4 verstaken niet van, hè, wat erin staat. Hè. Ik bedoel, het is heel technisch. We hebben nog tijd voor één vraag, eventueel, van het publiek. Eenmaal. Andermaal. Verkocht. Dank u wel.